Den Haag. O.O. Den Haag. De Pier. Het Binnenhof. ADO Den Haag. Rustenburg Oostbroek. Chique buurt. Chique stadje. Dit is Jaap Diepeveen. Of zoals de wereld hem kent, huiskok Jaap. 36 jaar oud. Nog steeds de beste huiskok die er is, vind ik. Een nieuwe dag, een nieuw gerecht. Het is 4 uur in de nacht. Vroeg dus, of erg laat. Vroeger wist je dat nooit bij Jaap. Sichuan van Fuchsia Dunlop. De Dumpling Sisters van Amy en Julie Zhang. Kookbijbels puur zang. En die van huiskok Jaap, die mist. Nog niet af. Geen tijd, eerst koken. Boodschappen gedaan. Veel spullen in huis. Te veel misschien, maar maakt niet uit. Beter mee verlegen dan afijn. De sleutel tot succes. Daar klinkt de gong. Ruimte zat. Wie bewaart, heeft wat. Een waarheid als een koe. Apparatuur. Messen. Magneetstrip. Voorzichtig pakken. Het snijdt allemaal hout. Elke dag van haver tot gort. Voor tientallen personen. Zoveel mensen, zoveel wensen. Boos wordt hier niet van. Wel geïnspireerd. Wie een omelet wil bakken, zal eieren moeten breken. Dat heeft hij me wel eens verteld. Zo ziet dat er dus uit. Passie. En zo liefde. Mevrouw huiskok Jaap, kleine huiskok Jaap. Zijn grootste fans, zijn grootste kritikasten. Niets aan de hand tv. Hallo, hallo, bent u daar? We gaan beginnen. Heeft u het ooit zo zout gegeten? Huiskok Jaap. Er is altijd van alles aan de hand in de keuken van huiskok Jaap. Zijn koninkrijk. De oven in, een rustmoment. Afwassen, geen denken aan. Eieren voor zijn geld. Randje schemering. De dag nadert zijn kookpunt. Het is etenstijd. Even de dag doornemen. Morgen weer. Huiskok Jaap. Niets aan de hand, alles aan de hand. Huiskok Jaap is larger than life, zeggen ze wel eens. Ik weet niet precies wat dat betekent. Als ik aan huiskok Jaap denk, denk ik aan een liefhebber. Niet omdat iemand het moet doen, maar omdat hij het moet doen.